Het exporteren en importeren van je favoriete binnen Google Chrome gaat heel eenvoudig door het bladzijdenwijzermenu te openen via deze optie. Zodra het opent, klik je rechtsboven op de drie puntjes en klik je daarna op bladwijzers exporteren. Je kan ze ook importeren. Als ik op exporteren klik, dan kan ik een kopie van mijn bladwijzers op mijn bureaublad opslaan. Zoals je kunt voorstellen, kun je die ook weer importeren door hierop te klikken. Nou, en zo maak je dus een backup van al je favorieten binnen Google Chrome.